Nou, je ziet het wel hoe de velden erbij liggen. We hebben ons uiterste best gedaan tot de afgelopen week om het elke week te beregenen met allerlei installaties die er over het veld worden uitgerold. Maar deze week vanwege gebrek aan vrijwilligers hebben we het nog niet kunnen doen, maar het ligt er heel dor bij. En dit is onbespeelbaar op dit moment. Ja, sterker nog, je mag toch helemaal niet spelen? Want Sportaal heeft ons al aangegeven dat je hier... dat deze velden eerst moeten worden ingezaaid. En dat gebeurt pas als het gaat regenen. Dus tot die tijd is er gewoon een speelgoedbord opgesteld. Ze kunnen ook niks doen, want als ze met machines hier overheen gaan, maken ze de velden kapot. Nee. En dan is de schade groter dan dat je het even met rust laat nu. Nou ja, als je hier wat nader kijkt, dan zie je af en toe graspollen met wat zand er tussendoor. Ja. En je ziet ook hier voor het doel dat daar verder nog niets meer gedaan is. Ja. Omdat men niks eraan kan doen. Ja, dit is ook normaal het doelgebied, hè? Je ziet dat het doel is al weggehaald. Dat is allemaal goed. Het ligt allemaal klaar. Klaar om te behandelen, klaar om te besproeien, om verticuleren, te in te zaaien. Maar ja, natuur, hè, laat zich niet sturen. Nee, we hebben sowieso al een probleem met het Westerveldtoernooi, wat hier op 19 augustus wordt gehouden. Dat zal alleen op het kunstgras daar plaats gaan vinden. Want dat kan hier niet, dus dat weten we nu al. En dan komen de bekerwedstrijden aan het eind augustus, begin september. Het zal mij benieuwen of we dan al iets kunnen doen, maar dat is volstrekt afhankelijk van de weergoden.